Kerstevangelie klinkt uit Lucas 2, vers 1 tot en met 20. Lucas 2, vers 1 tot en met 20. Lucas 2, vers 1 tot en met 20. En het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het hele Rijk moest worden ingeschreven. Deze inschrijving had voor het eerst plaats toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, en om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, opdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen. En zij vrezen met grote vrezen. En de engel zei tot hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus de Heere in de stad van David. En dit zij u een teken, gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde en zeggende, ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij de mensen des welbehagens. En het geschiedde toen de engelen van hen heen gevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar spraken, laten we dan naar Bethlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en door de Heer bekend gemaakt. En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef en het kind liggende in de kribben. En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. En allen die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart. En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat ze hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was. Na de preek zingen we gezang 147, vers 4 en 5. En thuis ben je natuurlijk zo gelukkig dat je ongebreideld mag meezingen. Probeer het ook. Ik hoor van mensen die dat toch thuis een beetje onwennig vinden. Om dat in je huiskamer te gaan zingen. En hoe dun zijn de muren naar de buren. En hoe gemakkelijk voel je naar elkaar. Maar waarom zou je het niet gewoon proberen? Gewoon je mond te openen en zingen wat je kan. Thuis mag het ongelimiteerd. Kindernevendienst, heb je al gezien dat op de website voor jullie een filmpje staat van juf Paulien. Dus kijk ernaar om te kijken hoe het voor jou gebracht wordt als je kind bent. En wij gaan het hebben over het evangelie van kerst van Lucas. Lucas 2, vers 1 tot en met 20 zit boordevol. En eigenlijk ook het enige kerstevangelie wat heel uitgebreid is. Daarom wordt het bijna elk jaar opnieuw gelezen. Want de andere evangelisten die konden bijna zonder kerst. Lucas 2 heeft iets voor je hoofd. Kerst voor je hoofd. Heeft iets voor je hart. Kerst voor je hart. En heeft iets voor je handen. Kerst voor je handen. In de eerste 5 versen van Lucas 2... zie je wel 4 keer het woordje inschrijven, 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 inschrijven. Een machtige keizer in Rome, ver weg van waar Jezus geboren werd, wilde heel zijn rijk kennen en weten hoeveel inwoners hij had en van welke soort en waar men allemaal vandaan kwam. Er was een inschrijving aan de gang die geen pardon had voor wie dan ook, voor zieken niet, voor bejaarden niet, voor zwangere vrouwen niet. Iedereen moest
zo snel mogelijk op de tijd van de inschrijving in de plaats van herkomst zijn. En dat is iets voor jouw hoofd. Waarom heeft Lucas dat zo'n 50 jaar later 4 keer opgeschreven? Namelijk hiervoor. In de registers van Rome, het wereldrijk Rome, is Jezus ingeschreven. Tot in de 3e eeuw, Tertullianus, die kon als gelovige christen met vrijmoedigheid tegen zijn ongelovige buren zeggen, die het maar een bizar sprookje vonden, wat hij vertelde over Jezus en over Israël en allemaal een uithoekje van het land. Geloof jij daarin? Tertullianus zei, ga maar eens naar Rome. Want in de Romeinse archieven bewaren als een meest betrouwbare getuige voor de geboorte van de Heer de telling van Augustus. Nu niet meer, sinds de Hunnen, denk ik, Rome hebben overvallen, begin van de middeleeuwen. Maar tot in eeuwen na Jezus' geboorte konden mensen in de registers van Rome raadplegen of Jezus echt bestaan heeft. En zij konden daar vragen naar, mag ik het boek van Juda, mag ik de telling van Bethlehem, mag ik even kijken, zoeken. En ja hoor, daar stonden ze tussen een hoop andere namen. Jozef en Maria en hun eerstgeborene Jezus. In de Romeinse archieven, het is echt gebeurd. Daarom schrijft Lucas dit zo uitvoerig 4 keer op. Het ging trouwens nog bijna mis dat Jezus in een Romeins register terechtkwam, want Galilea, waar Jozef en Maria woonden, dat hoorde niet op die manier als Juda bij Rome. Dat was iets zelfstandiger. Dat werd niet geregistreerd, Galilea. Wat een geweldige puzzel heeft de Heere ervan gemaakt om alles voor te zorgen, maar ook dat Jozef en Maria in Bethlehem hun kindje zouden krijgen, zodat ze ook in een Romeins register terechtkwamen. Voor je hoofd. Dit, laat het eens landen. Als je wel eens twijfelt. Ik geloof wel en ik probeer wel te geloven, maar het is zo'n geweldig ver wegstaand verhaal van vroeger en van ver weg. En ik kan het nergens in de geschiedenis terugvinden. Het was er wel eeuwenlang terug te vinden bij de Romeinen. Geloof je dat de Romeinen hebben bestaan? Ik kan bijna niemand voorstellen die zijn geschiedenislessen over de Romeinen niet gelooft. Geloof je dat er een keizer Augustus is geweest? Dat gaat nog, hè? Dat is zo makkelijk voor ons. Nou, voor je hoofd heb je er nu iets bij. Als je dat gelooft, weet je nu ook, die twee werelden zijn één. In de registers van Augustus staat jouw Jezus. Zo waar heeft hij geleefd. Voor jouw hoofd of misschien voor het hoofd van je vrienden. Die jou vandaag of morgen weer vragen van waarom geloof jij? Je collega's, waarom hecht jij zoveel waarde aan zo'n oud boek met sprookjes? Heb je misschien nu iets nieuws om te delen voor een hoofd? Hoezo sprookje? Romeins register. Het kerst heeft ook wat voor je hart. Toen engelen verschenen, hadden ze het tegen de herders over, er zal een grote blijdschap hiervan komen voor heel het volk. En nu vertellen we het jullie al. Ik weet niet hoe jij je voelt op dit kerstfeest. Hoe je je sowieso voelt in de winter. Hoe je je voelt in je leven. Grote blijdschap is misschien wel iets heel zeldzaams voor jou. Voor van wie je houdt, je komt hetzelfde tegen, maar je zou het best graag willen hebben.
Kijk naar die herders. Aan hen werd gezegd, dit wat ik jullie vertel, dit kerst, dit kindje in een kribbe zal zorgen voor een grote blijdschap voor heel het volk. Als jouw hart daar ook naar verlangt, kijk dan eens naar die herders goed. Op kerst hadden zij die blijdschap nog niet. Kerst is nog niet de tijd om die blijdschap te voelen. Kijk eens naar die herders wat ze wel hadden. Zij waren niet blij, maar zij waren doodsbang, omdat zij iets meemaakten in hun leven wat totaal niet onder hun controle lag. Terwijl zij zich zo goed bezig waren hun schapen te bewaken, overviel hen een engel en het licht van God. Het licht van God overstraalde hen zo dat zij doodsbang waren. Want in het licht van God, in het ongefilterde licht van God, besef je wie hij is en wie jij bent. En ze schrokken zich naar. Ze voelden zich zeer ongemakkelijk. Want het was het licht zoals ze dat in de Bijbel lazen, maar nog nooit hadden meegemaakt. Ze geloofden wel in God, of misschien ook niet. Maar nu ontmoeten zij God in zijn ontoegankelijke licht, wat hij in één keer opendeed voor hen, waar de engelen zelfs bij verbleekten, waarbij ze zichzelf voelden naakt en zichtbaar, zo als God je alleen kan zien. Dus kerst begon met een gevoel van schrik, een gevoel van angst, een gevoel van dit is buiten onze controle. Dit was nog geen blijdschap voor de herders. Maar het was wel een ontmoeting met hun God. En toen het licht uitging, toen het niet bleef bij dat licht, mochten ze gaan kijken naar een ruif, een kribbe, waar de Zoon van God zou liggen. En daar was het gelukkig schemerig. Dat verblindende licht, waarin ze zich ongemakkelijk voelen, was daar niet. Het was gedimd. God dimde zich om zichzelf heel klein te laten zien, om alle angst bij ons weg te nemen. Blijdschap is met kerst begonnen. De schrik voor God doet hij ons niet aan. Hij heeft echt veel moeite gedaan om ons niet in het grote licht te zetten. En wij schamen ons, wij voelen al onze ongemakkelijkheid en wij weten niet of we kunnen bestaan in zijn licht. Hij heeft het gedimd tot een ruif, tot een babytje, om ons van onze angst te verlossen, om ons mee te nemen in een langzame groei van 30 jaar. 30 jaar wennen aan de man die het licht is, toch je nooit zo akelig te licht stelt als dat de Heere God zich ineens voor je opent. En als je Jezus blijft volgen, als je Jezus blijft leren kennen, zal die blijdschap bij jou steeds verder groeien en niet ineens zijn. Niemand hoeft nu met dit kerst zich falend te voelen omdat je niet blij bent. Kerst is niet de tijd van blijdschap. Het is het begin van de komende blijdschap. En dat duurt zolang als de Heere God en als jij nodig hebben. Maar zal er eens helemaal definitief zijn voor heel het volk, dus nog verder dan jijzelf, voor heel het volk Israël. Wat is dat voor raar volkje daar aan de Middellandse Zee, van heel het volk Israël? Geloof helemaal niet in Jezus. Ze zullen blij van hem worden. Ze zullen blij van hem worden voor het einde van de tijden. En het begint klein. Het begint in een kribbe. Ergens in een hoekje van een veld. Bij het plaatsje Bethlehem. Lang vergeten koningsstadje. In een uithoekje van het Romeinse Rijk. Maar het is begonnen. En het zal altijd groeien.
ze waar Jezus Christus groeide tot jongen, tot man, tot de God die voor ons stierf aan het kruis, opstond uit de dood, de hemel inging en zit aan de rechterhand van God zijn hemelse Vader om terug te komen. Dan is hij groot genoeg en zijn wij voorbereid genoeg voor blijdschap voor eeuwig. Dus voor je hart. Blijdschap die begint. Voor iemand die jij wil opbeuren. En dit kerstevangelie heeft ook iets voor je handen. Wat doe je na een goede kerstdienst? Gisteren hier hebben wij een kerstnachtdienst gehouden. En omdat we zo bezig waren van dit moet in de huiskamer zichtbaar zijn. Wat deden wij na die kerstnachtdienst? Wij vroegen aan Klaas en Arjen en we vroegen aan elkaar. Was het goed? Kwam het goed over? Geluid, techniek enzovoort. En later dacht ik. We misten iets. Was dat het beste wat je kunt doen na een kerstnachtdienst? Om te evalueren, om te vragen, was het goed, kwam het mooi over? En wat vonden de mensen van, wat zijn de eerste reacties? Best een moeilijk moment als je iets van de Heere God hebt meegemaakt in een kerkdienst of in een kerstdienst. Hoe verleng je dat? Hoe ga je daarmee verder? Hoe hou je dat in je handen? Wat doen de herders? Die hadden nog eens een kerstnachtdienst. Die hadden geen mensenkoor, die hadden een engelenkoor. Die hadden geen sfeerverlichting of bouwlampen die zoveel wat hadden. Die hadden het licht van God zelf gehad. Die hadden de hemelse lofzang al gehoord. En het was voorbij. En wat deden ze niet was... Zo, die engel zong mooi, of die engel zong vals, of heb je die gezien, zijn engelen zus of zo? Of hoeveel wat zou Gods licht wel niet zijn? Of, nou, wat hebben we nu te eten? Krijg wat trek van zo'n dienst. Maar die zeiden tegen elkaar, kom, laten wij dan gaan kijken wat wij gehoord hebben. Kom, laten wij gaan kijken, gaan zien... wat wij gehoord hebben. Zij stimuleerden elkaar en zichzelf om een daad toe te voegen, een eigen daad toe te voegen aan alles wat ze gehoord en ontvangen hadden, namelijk in de beentjes. Te gaan checken, te gaan kijken wat er hun verteld was over Bethlehem en dat daar een kribbe zou zijn waar een babytje in zou liggen met een jonge moeder en een man die niet de vader was. Het schijnt dat wij hebben altijd het plaatje, denk ik, van je hebt Bethlehem en je hebt de achtertuin van het hotel. En daar stond het stalletje en daar stond de kribbe in. En in de wei achter het hotel, daar lagen de herders met hun schapen. Toch? Dat is allemaal super dichtbij, toch? In ons plaatje. Maar de herders zeggen, laten wij nu doorgaan tot aan Bethlehem. Dat zeggen ze letterlijk. Alsof zij ergens in de velden van Everta een enorm zoekgebied nu hadden aangewezen gekregen. Waar ze in Bethlehem het zouden kunnen vinden, maar ze waren helemaal niet in de buurt van Bethlehem. Ze moesten doorgaan tot in Bethlehem. En elke kribbe, in elk veld, zou de vindplaats kunnen zijn. Hoe dichter bij Bethlehem, hoe meer kans. Welke zoektocht kun jij op dit kerstfeest beginnen? Welke zoektocht naar Jezus kun jij je makkers, je familieleden, waarmee je nu of straks aan de koffie zit, waarmee je morgen nog een kerstdineetje met drie gasten doet... Welke uitdaging kun je je eigen hart en dat van je tafelgenoten geven? Kom, laten wij gaan zien het woord dat we gehoord hebben. Is dit de tijd dat je tegen je
tafelgenoten zegt: het is me nog nooit gelukt. Het is verschrikkelijk druk in mijn leven en het is voor jullie ook. Maar kom, laten wij nu eens een evangelie helemaal gaan lezen. Laten we dat eens gaan bespreken. Laten we er eens met elkaar gaan zoeken van hoe wordt Jezus daarin voorgesteld. Zullen we daar samen over gaan praten? Zullen we afspreken? 1 keer in de maand, 1 keer in de week. Elke zondag. Elke dag. Zullen we het gewoon gaan doen? Zullen we gaan kijken wie Jezus is? We hebben al elk kerstfeest gevierd. En daarna was het weer voorbij. Zullen we? En hoe? Welke zoektocht wil jij met mij aangaan? Zullen we samen doen? Let erop dat die herders iets heel aparts deden op het moment dat ze gingen zoeken. Zij waren herders van kudde schapen van anderen, die zij 's nachts moesten bewaken. In dezelfde nacht dat zij hoorden: er is in Bethlehem iets te vinden voor je. In diezelfde nacht stappen zij op en gaan op zoek. Een zoektocht die misschien wel een tijdje geduurd heeft. Hoe konden zij het maken naar hun werk? Hoe konden zij het maken naar hun schapen? Hoe konden ze het maken naar hun opdrachtgevers die hen betaalden voor hun herderen? Zij deden het. Jij zit altijd met het flauwe excuus: ik heb geen tijd. Jouw vrienden die je zou willen uitdagen zitten altijd met het flauwe excuus: ik heb geen tijd, want ik heb werk en mijn werk zit tot hier. Was voor de herders ook. Ze hadden een ontmoeting met de Heere God gehad. En die kun je niet negeren. Die kun je niet naast je neerleggen of je verliest alles. Dus als jij een ontmoeting met de Heere God hebt gehad, dan stap je over alle belemmeringen van je agenda, van je werk heen. Dan zoek je een tijd in je drukke leven. Dan zoek je een tijd waarbij je hoofd tot rust kan komen. Dan zoek je een mogelijkheid van om het samen met een ander te doen. Om de zoektocht naar Jezus definitief te beginnen. Want hij is klein begonnen. Je kunt hem zo nog een tijdje negeren. Hij is lang klein gebleven. 30 jaar lang onbekend. Dus het was goed zoeken. En misschien in jouw leven ook. Maar als je hem vindt. Als je hem vindt. Grote blijdschap zal er voor jou zijn. Klaas, wil je nog een keer een mooi shot maken van de kribbe. Dat we alleen de kribbe weer zien. En daar wil ik nog even, nog een keertje, met jullie naar kijken. Wij hebben een God die zich in liet bakeren. In doeken gewikkeld. En echt op de straffe manier, zoals in de middeleeuwen en in het oude Oosterse. Zo'n niet een trappelpak, maar een volledig ingesnoerd zijn. Beentjes niet meer kunnen bewegen. Armpjes langs het lichaam, stijf gebonden. Alleen zijn hoofdje vrij. We hebben een God die zich liet inbakeren. Ken jij deze God? Die zich zo machteloos voor jou opstelt. Zo weerloos, zo gebonden. Dat je alleen zijn ogen ziet. Alleen zijn mondje hoort. Dat je echt niets te vrezen van hem hebt. Maar ook alles met hem kunt doen wat jij zou willen. Machteloos in een voerbak voor schapen. Mooi gemaakt, Koyaan. En vies ding. Waar de schapengeur aan zitten. Maar het is ook een voerbak voor schapen. Waarom heeft de Heere God daarvoor gekozen?
om zichzelf te leggen in een voerbak voor schapen, is hij soms voer voor schapen. Zijn wij soms schapen van zijn weide? Een voerbak in het hooi, een kribbe, een onbekend jongetje, nog 30 jaar lang daarna, voor de herders, nog 30 jaar lang onbekend. Zij kenden God als voer voor schapen. 30 jaar lang, voordat ze hoorden, na 33 jaar, dat hij brood en wijn werd voor ons hart. Hoe kan het groeien? Hoe kan kerst groeien? Hoe kun jij gevoed worden met Jezus? En hoe lang nog, voor hij de vreugde is van heel Israël. Amen.